welkom in het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van deze klassieker ondertussen, kakkerlakken poker. Je hoort het misschien al in de naam, het is een spel, een kaartspel. En je gaat moeten bluffen om jouw tegenstanders onder tafel te bluffen eigenlijk. Er is maar één verliezer in dit spel en je hoopt gewoon dat jij dat niet zal worden. Maar dat is pas zeker wanneer het gedaan is. Wil je weten wat ik ervan vind? Er volgt ook nog een video en dan zie je de link hier verschijnen. Laten we eens kijken naar de spelregels hier. Om kakkelakken poker op te stellen, gaan we beginnen met alle kaarten te verdelen onder de aanwezige spelers. Als je met 2 speelt, ga je er willekeurig 10 uithalen en dan verdeel je de rest van de kaarten. Iedere diersoort die erin zit, komt 8 keer voor en op de achterkant staat een referentie om te onthouden wat er allemaal in het spel zit. Misschien ga ik dat al even overlopen. We hebben de kakkerlak, we hebben de wandluis, dat is degene die meestal wordt vergeten of die mensen niet kennen. We hebben de spin, de rat, de pad, de vlieg, de vleermuis en de schorpioen. En aan de voorkant zien die er natuurlijk heel anders uit. En iedere afbeelding van bijvoorbeeld de kakkerlak is ook nog net een beetje anders. Maar goed, ze worden dus verdeeld totdat ze allemaal op zijn. En het is niet erg als één iemand een kaart meer of minder heeft. Ze moeten wel op zijn. De startspeler, je mag zelf beslissen wie dat wordt. Ik zou gaan voor degene die een kaart meer heeft gekregen als dat het geval is. Anders maakt het niet echt uit. Die mag beginnen met een kaart gedekt voor zich te leggen. Dus kijk, hij gaat waarschijnlijk zijn hand gesorteerd hebben of zo. Maar ik ga bijvoorbeeld deze rat kiezen. Die ziet er wel schattig uit. En in het geniep ga ik die voor me leggen. En ik ga die aan eender welke speler aanbieden. En ik zeg wat het is. Ik kan bijvoorbeeld zeggen het is een rat. Maar ik kan ook één van de andere ongedierten opnoemen. Dus ik kan nu zeggen het is een kakkerlak. Meneer Groen hier. Die heeft nu 2 keuzes. Ofwel gaat hij de kaart doorgeven, ofwel gaat hij de kaart aannemen. Als hij de kaart wil aannemen, moet hij voordat hij die opendraait zeggen of hij deze speler gelooft of niet. Dus juist of fout. Is het inderdaad een rat? Is het inderdaad een kakkerlak zoals ik heb beweerd? Stel dat hij zegt juist en het is geen rat, dan moet hij zelf de rat houden. Dus als hij het fout inschat, is de kaart voor zichzelf, schat hij het juist in, dan is de kaart voor degene van wie hij heeft doorgeschoven. Maar hij kan ook zeggen, ik neem de kaart niet aan, ik ga hem doorgeven. Dan mag hij zelf kijken, zonder dat hij iets hoeft te zeggen. En nu kan hij hem doorschuiven naar iemand die hem nog niet heeft gezien. En nu mag hij opnieuw zeggen wat het is. Die kan opnieuw zeggen, het is een kakkerlak, zoals de eerste speler heeft gezegd. Maar die kan ook iets anders zeggen. Die kan nu zeggen, het is een rat, of het is een schorpioen, of mag die zelf beslissen. Dus stel dat hij nu zegt, het is een kakkerlak. En deze speler zegt, ik ga hem ook niet aannemen, ik ga hem doorschuiven. Dan mag hij ook kijken en dan schuift hij hem nog eens door en zegt hij, het is een kakkerlak. De rode speler, aangezien die laatste is, heeft nu geen keuze. Die moet de kaart aannemen, dus die moet op voorhand zeggen, ik geloof de laatste speler die het heeft doorgeschoven of niet. Dus deze gaat natuurlijk een kaart rijker zijn of de voorlaatste speler moet die terugpakken. Dus wanneer jij een foute gok maakt of de speler na je heeft het goed geraden dat jij hem hebt bedrogen of zo, dan moet jij een kaart voor je openleggen. En je gaat eigenlijk kaarten blijven verzamelen en je legt ze best per diersoort, totdat je een kwartet hebt. En wanneer één speler een kwartet van eenzelfde diersoort heeft, dan is het spel afgelopen en heeft die ene speler verloren. Dus in het spel heb je telkens maar één verliezer en de rest van de spelers zijn allemaal winnaars. Het zou nog op een andere manier kunnen eindigen als er één speler is waarvan alle kaarten zijn opgeraakt, dat die zo vaak aan de beurt is moeten komen, maar dat die nog altijd geen kwartet heeft. Maar stel dat je moet beginnen en je hebt geen enkel kaart meer op handen, dan ben je ook verloren. Speel je met 2 spelers, dan moet je geen kwartet verzamelen, maar dan moet je 5 van dezelfde soort verzamelen en dan ben je geëlimineerd. Of ja, je wil ze niet verzamelen eigenlijk. En dat is eigenlijk het hele spelletje kakkerlakkenpoker. Meer is het niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet plezant is. Wil je dat te weten komen, dan moet je mijn review bekijken die hier ergens misschien in beeld staat. Dan bedank ik je voor het kijken, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye!